Een hele goede morgen. Het is vandaag zaterdag. Ik ben weer echt lekker laat begonnen met vloggen. We hebben ons net even klaargemaakt. We gaan even richting België. En verder hebben we eigenlijk helemaal geen planning. Ik heb een topje aan van LA Sisters. En ik heb een Nike-broek aan. Dit is echt heel erg chill. Kijk, dit is mijn broek. Hij zit echt heel erg fijn. Trouwens, mijn lippen zien er vandaag echt goor uit. Ik heb allemaal schilfels erop door die lippigmentatie. Maar het is waarschijnlijk na een paar dagen weg gelukkig. Maar het ziet er al veel beter uit dan de vorige keer. Want toen had ik echt een heel vieze koortslip. Maar dat heb ik gelukkig een keer niet en daar ben ik echt blij om. Wij zijn nu lekker bij de tank. Ik heb een broodje kroket besteld en Essien gaat een broodje ei bestellen. Dan zitten we een beetje vol tot we in België aankomen. Want het duurt ongeveer een uur, anderhalf uur voordat we aankomen. Lekker een flesje water erbij. Mijn nagels moet ik erg nodig doen. Niet normaal. Zo lelijk geworden. Oh, lekker een broodje kroket. Heerlijk. Wat heb jij? Waarom film je deze niet? Dit is een joke. Ik lieg gewoon tegen iedereen. Hij zegt tegen mij altijd, ik heb zelf gezegd een broodje kroket. En ik zeg dat jullie ook alleen maar broodje kroket hebben gesteld. Maar eigenlijk heb ik nog een smak. Nee, ja. Wij zijn inmiddels in België en kijk één keer. Zo! Dat is wat anders, hè, Nes? Beter dan die 5 sterren, toch? Een hele goede morgen. Het is vandaag zondag. Ik heb gisteren echt zo slecht gevlogd voor jullie. Sorry, wij zijn dus naar België gegaan. Zijn we daar de hele avond gebleven. En toen zijn we eigenlijk in de nacht weer gewoon teruggereden. Dus het was echt een heel vermoeiende nacht. Ik ben vandaag wel geworden echt met een snotneus. Alsof ik echt gewoon verkouden word. Ik heb gisteren echt zoveel gesnoept. Ik werd gewoon wakker met buikpijn. Dus ik moet even vandaag weer rustig aan doen. Ik ben vandaag van plan om een beetje koolhydraatarm te eten. Dus niet keto, maar echt koolhydraatarm even. En ons nu een beetje aan het klaarmaken. Nessie is aan het douchen. Ik heb net een beetje mijn make-up gedaan. Ik heb geen zin om haar te doen. Even omkleden. Dan gaan we even lekker naar een koffietentje. Om even aan het werk te gaan. Want we hebben niet echt inspiratie om hier aan het werk te gaan. Dus we dachten, we gaan gewoon even lekker naar een leuk tentje. Dan gaan we daar zitten. En dan gaan we gewoon even een uurtje hard werken met onze laptops. Dat is een beetje de bedoeling. Voor de rest zijn mijn lippen bijna gewoon genezen. Ik had echt gisteren heel veel vieze korstjes, want dat heb ik vandaag niet meer. Daar ben ik echt heel erg blij mee. Het is buiten trouwens best wel warm, maar ik loop gewoon binnen met een badjas. Ik vind het heerlijk. Ik ga na een lange tijd weer een smoothie maken. Ik doe er een beetje verse chaudrans bij. Met spinazie en banaan. Spinazie en banaan is echt mijn favoriete combi als het om smoothies gaat. En als je dit een beetje toevoegt, wordt het nog lekkerder. Ik doe er echt heel weinig in. Het is niet eens een kwart van het flesje. Ik doe er een hele banaan in. Normaal gesproken voor mezelf een halve. Maar Nessie gaat ook meedrinken. Heel veel spinazie. En koud water doen we erin. Zo. Ik ben benieuwd. Dus we gaan onze smoothie proeven. Proost. Ik vind het best wel lekkerder, maar... Wat? Het kan beter. De verhoudingen kloppen niet helemaal. Deze heeft echt veel te water erin gedaan. Ja, maar je smoothie verpest! Want gooi er nog een banaan in dan? Nee, ik ben helemaal zat. Hij heeft mijn hele smoothie verpest. Hij heeft zoveel water erin gedouwd. Hij hoefde maar één keer te helpen. Water erin te doen, meteen alles verpest. Hij is inmiddels een auto. Sorry, ik kan echt mijn BH hieronder zien. Even goed doen. Ik heb lekker mijn smoothie meegenomen. Van Starbucks heb ik laatst gescoord voor 2,50 euro. Als je koffie had, dan krijg je deze voor 2,50 euro. Dat is beter voor het milieu, want dan gebruik je een bekertje niet elke keer opnieuw. Dan kun je ze elke keer meenemen. Ik ben bezig hoor. Ik weet alleen niet of ik het volhoud, maar ik probeer het wel. Milieubewust. Dus even mijn smoothie hierin gedaan. Lekker drinken. Smoothie mijn waterige smonda. En we gaan even richting het Lloyd kwartier. Koffietentje daar en dan gaan we eventjes brainstormen. Lekker aan het werk, een uurtje. En dan weer naar huis. En ik heb al klaar liggen wat ik vanavond ga koken. Ook allemaal lekker gezond. Ik heb er zin in. Maar wat ben je vanavond op je te doen, zei je? Ik lust te doen. Met wie dan? Ik ga vanavond editen, jongens, want ik loop behoorlijk achter. We zijn nu bij Stroom. Ik heb een lekkere cappuccino met een kokoskoekje. Nessie heeft echt een gekke bol. Dat is een
Dragon Fruit Bowl. En hij ziet er echt zo goed uit. Niet normaal. Heel Instagrammable. Jazeker, dat ga ik ook doen. En wij zijn al gestart met onze meeting. Nesim is heel streng voor mij. We zijn inmiddels thuis. Ik heb het heerlijk gedoucht. Ik ga even koken nu. Ik ga zalm maken met spinazie en broccoli. Ik ben lekker zalm aan het bakken in knoflook. En ik heb het gekruid met zout, peper, paprika poeder, peterselie, knoflookpoeder. En dat is het eigenlijk. Je kan ook gewoon viskruiden gebruiken, maar ik vind het lekker om zelf te kruiden. De zalm is klaar. Dan doe ik er even citroen overheen. Even eraf halen. Nog meer citroen, heerlijk. En dan doe ik het even in de oven heel kort, zodat de groenten klaar zijn. Dan hebben we hier broccoli en hier spinazie. Nou, lekker gezond bordje vandaag. Zalm, spinazie, broccoli. Ik heb trouwens een eigen sausje erbij gemaakt. Dit is een mosterdsausje met dille en komkommetjes. Lekker? Goed zo, hè? Ik lig inmiddels lekker op de bank. We hebben echt... Zo, hebben jullie ruzie of zo? Na een periode van een week of zo hebben we echt gewoon... Vandaag voor het eerst weer gezond gegeten. Dus daar ben ik echt heel erg trots op. Ik heb nu echt wel, zeg maar, suikercravings. Ik wil echt heel graag taart eten nu. Echt gewoon met ijs, alles erop en eraan. En het komt omdat ik nu weer gewoon een beetje suikerverslaafd ben na deze week. Niet normaal. Vandaag heb ik mijn SEO over gehad van welke kant ik op wil met mijn kanaal en zo. En erg duidelijk vond ik het niet. Ik weet wel, zeg maar, wat ik wil, meer wil filmen en wat ik... minder wil laten zien. Daar heb ik het ook echt over gehad met Nessie. Want in het verleden deelden we echt letterlijk alles gewoon in onze video's. En dat wil ik gewoon eigenlijk niet meer. Dan heb ik het echt over privé dingen. Het is ook wel goed als je, zeg maar, vlogt. Dat je, zeg maar, wel duidelijk bent over wat je wel met de wereld wil delen. En wat je niet wil delen met de wereld. En ik denk dat als je, zeg maar, jong begint met vloggen. Dat je heel veel dingen nog niet beseft of zo. En naarmate je ouder wordt, je denkt van... waarom heb ik het überhaupt met iemand gedeeld? Of met de buitenwereld gedeeld? En dat besef ik nu wel een beetje van... ik wil niet meer alles delen. Ik wil heel veel dingen niet meer delen. En misschien heel veel dingen die ik vroeger niet deelde... deel ik nu wat meer. Ik vind dat ik meer... mijn gevoel deel met jullie. Ik... ik praat heel veel over mijn gevoelens, dat deed ik vroeger niet, want het was gewoon meer oppervlakkig. Maar als een kijker bepaalde vragen had of zo, en het was best wel privé, dan vond ik het ook niet erg om het te beantwoorden. Maar dat vind ik op dit moment wel erg. Ik let daar gewoon wel wat meer op. Heel vaag verhaal, maar ik hoop dat jullie het een beetje snappen. De rest wil ik jullie niet irriteren met mijn lippen de hele tijd, maar dit is nu een beetje het resultaat. Ik heb nu niks op mijn lippen. Ik vind het echt heel erg mooi. Besef dan, ik heb nu eigenlijk niks op mijn huid. Ik heb nog wel oogmake-up op. En ik heb wenkbrauw potlood. Maar die is er bijna af, zoals je ziet. En dan zie je er gewoon zo fris uit. Dat vind ik gewoon echt heel erg chill. Zo, ik ga deze kaars even aandoen. Die ik laatst had gekregen in een perspakket. Ik ben benieuwd hoe die ruikt.